Minder in de file voor Lammerbrug. Zoeterwoude, kampioen. Sterrenkunde bij de Leidse Sterrenwacht. En moeten scholen ongezond eten weren uit de kantine? Welkom bij het Unity TV-nieuws van maandag 6 mei. Leiden had al een school speciaal voor kinderen van vluchtelingen. Maar Leiderdorp kan nu ook les gaan geven aan de kinderen die in de noodopvang aan de Leidse Dreef zitten. En dat is hard nodig ook, want veel kinderen zijn heel lang niet naar school geweest. Vandaag hadden ze hun eerste schooldag. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schaars, wie het deed, wie het deed. Dit gebouwtje aan de Hoogmadersseweg in Leiderdorp is in amper 2 weken tijd omgetoverd tot een echte school. De kinderen zijn er dolblij mee. Ik heet... Wat ga je hier nou allemaal leren? Leren te tekenen, te schrijven, te lezen. Ja, alles. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Ja. En ook de ouders zijn blij dat de kinderen nu naar school gaan. I'm missing for my daughter, but I'm very happy to go. We must be she go to school to have a new future. That's very important. De openbare basisscholengemeenschap in Leiderdorp nam het initiatief voor de vluchtelingenschool en zorgt voor de meesters en juffen. En dan ga jij. Het zijn hele leergierige kinderen. Ze willen echt heel graag leren en ze wachten al heel lang op naar school te gaan. Duurt het te lang voordat ze naar school kunnen? Ja, veel te lang. Ja, sommigen zijn al 5 maanden in Nederland, sommigen zijn zelfs nog langer in Nederland en die hebben nog geen school gezien. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat veel te lang duren. Ik vind eigenlijk dat kinderen, ouders ook, zo snel mogelijk Nederlands moeten leren. Zo snel mogelijk in aanraking moeten komen met de Nederlandse cultuur. Om ook voor zichzelf nuttig bezig te zijn. Meester Jan begint met de kinderen echt bij de basis. Want ze spreken niet allemaal zo goed Nederlands als Tabarak. Wat gaan wij nu doen? We zijn nu nog eventjes aan het tekenen. En straks gaan we wat zingen, een liedje zingen. En daarna gaan we lezen en daarna eten en drinken en dan lekker buiten spelen. Ik vind het mooi om te zien, het is een hele enthousiaste groep. En dat, ze zijn nu net vanochtend hier begonnen. Dus het is nu een beetje kennis maken met elkaar. En gewoon ook, ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Dus het is ook gewoon even, even iets leuks meemaken. En gewoon ook bij het COA weg zijn, zou ik maar zeggen. En hier gewoon dagbesteding hebben en lekker bezig zijn. En ik zie heel veel enthousiasme, heel veel vrolijkheid in deze kinderen. Ondanks wat ze meegemaakt hebben. Toch, een hele bijzondere groep. Goed nieuws voor automobilisten. De provincie is gestart met een proef om de Koudekerkse brug in Koudekerk aan de Rijn al vanaf 17:15 ochtends te bedienen. Dit gebeurt op dinsdagen tot en met vrijdagen. De provincie roept schippers op om gebruik te maken van de vroegere openstelling en daarmee de drukte bij de Lammerbrug voor het water en het wegverkeer te ontlasten. Dat vermindert filevorming op zowel de weg als op het water. Het was genieten voor ruimteliefhebbers. Mercurius schoof maandag tussen de aarde en de zon. De gebeurtenis was voor iedereen te zien in de oude sterrenwacht in Leiden met de nieuwe Leidse zonnekijker. De kijker projecteerde een zonsbeeld van bijna 1 meter doorsnee op de muur. We hebben op het dak een telescoop staan, die volgt de hele dag de zon. En die projecteert dat dan via een buis naar beneden naar de kelder. En daar wordt het via een spiegel weer op de muur geprojecteerd. En dan hebben we een zonsbeeld van 80 centimeter waar we heel mooi alles kunnen zien. Is het nou bijzonder zoiets? Voor mij wel ja. Ik vind het wel heel bijzonder dat, het geeft je een beetje het gevoel dat je echt in het zonnestelsel zit. Ja. Dat je zo'n kleine planeet ziet. En ook een goed beeld van hoe groot de zon nou is. Ja, van de ene kant is het bijzonder en van de andere kant is het weer heel gewoon. Ik bedoel, de schaduw van Mercurius die zweept er altijd achteraan. En wij gaan nu toevallig door die schaduw heen. En in die zin, het zijn unieke gebeurtenissen. Je kunt in de schaduw van een gebouw gaan staan, maar in de schaduw van Mercurius is weer eens wat anders. Dat maak je niet iedere dag mee. Hij is niet zo heel groot, hè? Nee, maar dat is juist het aardige, want dat geeft je dan een goed idee over de verhoudingen in ons zonnestelsel. Als je bedenkt dat de zon nog ruim 2 keer verder, bijna 2 keer verder weg staat dan Mercurius, is dat stipje eigenlijk nog veel kleiner dan de zon op diezelfde schaal. In de brandende zon en met heel veel supporters is VV Meerburg zondagmiddag kampioen geworden. De club uit Zoeterwoude moest in eigen dorp tegen SJZ, een echte dorpsderby dus.
In de eerste helft werd 0-1 gescoord. In de tweede helft volgde 1-1 en vervolgens de overwinnende 1-2. Spannender kunnen we het niet maken, zou de competitie-indeler van de KNVB hebben gedacht. Want waar Meerburg zondag 8 mei uit op Sportpark Haasbroek kampioen kon worden, zou SJZ zich met een gelijkspel al veilig kunnen spelen voor de vierde plek. Een plaats die recht geeft op de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Direct na het eindsignaal konden de Zoete Woudenaren hun geluk niet op en vierden het kampioenschap. Een bittere pil voor ZZ Leiden. De vierde wedstrijd in de halve finale van de play-offs is gewonnen door Donar Groningen. De wedstrijd eindigde in 71-60. En hierdoor zal Zorg en Zekerheid Leiden van ver moeten komen. De Leidse ploeg moet vanaf nu 3 partijen op rij zien te winnen. Een herhaling van de halve finales van afgelopen seizoen. De stand is nu 3-1 in het voordeel van de Groningers. En aanstaande dinsdag is de volgende wedstrijd en dan in de eigen 5 meihal. Afgelopen zondag was de sfeer in het Rembrandtpark in Leiden ontspannen en gezellig. Nadat het al vanaf bevrijdingsdag erg druk was geweest op het Barbecue Geel Festival, liggen de bezoekers nu rustig in het gras of zitten aan een picknicktafel, genieten van de zon, een biertje en een muziekje. Ja, het is echt enorm chill. Wij kwamen hier toevallig langs en we zagen het en we dachten, we gaan gewoon even zitten. Ja, eigenlijk wilden we gewoon een dagje naar het park en toen dachten we van nou, oh ja, hier is ook nog wat en we wilden wat eten. Dus hamburger eten. Ik vind het op de eerste plaats een heerlijke dag en ik vind het een superleuk plekje. We waren hier op de Hemelvaartsdag al, het was hartstikke druk. Dus nou, het zou leuk zijn als er nog meer mensen zouden komen, want het is wel een heel leuk plekje met het gras en nou, gewoon heel leuk. Hartstikke gezellige sfeer, lekker ontspannen, muziekje. Het is alleen vandaag niet zo druk. Ik was hier donderdag ook met bevrijdingsdag en toen zat het echt helemaal vol. Toen zijn we ook tot 11 uur 's avonds gebleven, totdat de bar dichtging. Toen hield het helaas op. Maar mensen moeten morgen weer werken, maar ik ga nog even een paar uurtjes zon meepakken, dacht ik. De focus ligt op de barbecues die je daar ziet. Waarbij we wel hebben gezegd van hey, naast allemaal lekkere dingen op de barbecue, van vega tot vis tot vlees, willen we wel dingen eromheen hebben. Dus we hebben koffie, frietjes, crepjes. Toch ook een toetje te kunnen hebben en nou, iets bij de lekkere gerechten. En het is nu de laatste dag. Hoe is het hele weekend geweest? Ja, het was super. Het was donderdag overweldigend druk. Dus toen waren er ook wel wat lange rijen en zo. Maar daar hebben we helemaal op ingespeeld de dagen daarna. Dus wat is het? Vrijdag, zaterdag was mega. En vandaag wordt ook weer een hele gezellige dag. Op verreweg de meeste middelbare scholen die een beleid voeren om in pauzes gezonde voeding aan te bieden, staan toch nog frisdrank- en snackautomaten. Die automaten staan een gezonde school in de weg, dat vindt het RIVM. Maar moeten scholen verschillende soorten voeding blijven aanbieden of ongezond eten weren uit de kantine? Wij vroegen het de mensen op straat. Ja, voor mij wel. Ik vind een gezonde voeding hoort in een gezonde geest. Dus wat dat betreft ben ik het wel mee eens. Ja, ik denk wel met steeds forser wordende kinderen dat dat wel een idee kan zijn om dat te doen. Ja, dus ze mogen het zelf kiezen en dan kunnen die ouders ervoor kiezen of ze die kinderen naar die school willen laten gaan of niet. Nou ja, maakt mij niet zoveel uit. Ja, toen ik nog in de schoolkantine kwam, toen kon je wel gewoon van broodje koket tot alles kiezen wat je wilde. En dan was het gewoon natuurlijk een beetje zelfverantwoordelijkheid. Voor goh, je wist één keer per week of je ouders gaven het mij één keer per week een kroket en de rest van de week gewoon je boterhammen. Dus het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid. Dus. Soms wel, maar niet veel, want ze proberen wel ook zoveel mogelijk gezonde dingen zeg maar, aantrekkelijk te maken. Maar ze hebben wel vaak kleine, lekkere dingen. Nee. Nee? En waarom niet? Omdat ik denk dat het beter is als er een rijke aanbod is aan gezond voedsel, maar dat het niet per se nodig is om al het ongezonde voedsel te weren uit schoolkantines. Omdat de leerlingen zelf volgens mij ook kunnen beslissen of ze wel of niet aan ongezond voedsel gaan of niet. Ja, ik vind dat iedereen wel daar zijn vrijheid voor moet hebben, toch? Of die, wat die wil eten. Ik vind het meer een taak van de ouders dat ze bewust, de kinderen bewust moeten maken van wat ze gaan doen, wat ze gaan eten. En ik vind dat dat de ruimte moet zijn voor snackie, toch? Ruimte moet zijn voor En dan nog wat weer. Vandaag was het een vrij zonnige dag met minimale bewolking aan de lucht. Er stond een matige wind uit het oosten. De temperatuur kwam uit op de 27 graden. De weerfoto van vandaag is gemaakt door Lissy van der Spijk in Oegstgeest.
Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt met een kleine kans op een regenbui. De wind blijft uit het oosten waaien en de minimale temperatuur komt uit op de 15 graden. Morgen is het iets minder mooi. Het is wisselvallig met bewolkt, regen en af en toe zon. En de temperatuur wordt maximaal 22 graden. Dan kijken we nog naar het weer voor de rest van de week. De komende dagen wordt het bewolkt weer met af en toe zon. Maar vrijdag neemt de bewolking iets af en heeft de zon meer ruimte om te schijnen. Eerste Pinksterdag zal het wisselvallig weer worden met droge en natte periodes. Helaas zullen we afscheid moeten nemen van de warme, bijna zomerse temperaturen. Want de komende dagen daalt de temperatuur naar maximaal 12 graden op zondag. Gemiddeld komt de temperatuur uit op zo'n 15 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdag om 6 uur melden we ons weer met de nieuwe uitzending. In de tussentijd houdt u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.